Welkom bij de podcast van Baasbegrip. Ik ben Sandra en vanuit Baasbegrip bied ik korte coaching en advies om het beste uit jezelf te halen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat vind je op de site www.baasbegrip.nl. Vanwege mijn professionele achtergrond in de zorg voor jeugd adviseer ik voornamelijk diegenen die zorgen of werken voor kinderen. Maar veel van de tips en adviezen kunnen natuurlijk nuttig zijn voor iedereen. En deze deel ik in een blog en in deze podcast. En ik hoop je hiermee te motiveren en te inspireren hoe jij jezelf, jouw aanpak en je mindset kan versterken, zodat je met plezier kan blijven functioneren en communiceren. Maar de belangrijkste stappen daarin, om jezelf echt te versterken, moet je zelf doen. Willen, geloven en doen. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. En deze keer wilde ik het in de podcast hebben over onzekerheid. Want daar had ik de afgelopen week al een grappig inzicht over. Of nou ja, eigenlijk wist ik dat al wel langer. Maar soms kunnen dingen gewoon opnieuw tot je doordringen. Waarschijnlijk op momenten dat je het nodig hebt of zo. In ieder geval, het gaat dus over onzekerheid en onzeker zijn. Of eigenlijk over onzekere gevoelens, beter gezegd. Want daar zit hem ook nou precies het inzicht in hoe je deze emotie of beleving beschrijft. We zeggen namelijk heel vaak, ik ben onzeker. Maar dat is gewoon mooi niet waar. Je bent namelijk niet onzeker, je voelt alleen onzekere gevoelens. Misschien herken je het ook wel, het is eigenlijk gewoon meer een soort van stem van aangemaakte gedachtes die tegen je loopt te gillen dat je iets niet kan of heel spannend vindt. En onzekerheid is dus niet iets wat jou definieert of wat per se bij je hoort vanaf je geboorte, zoals je kleur ogen of zo. En natuurlijk hebben we allemaal een andere persoonlijkheid, maar onzekere gevoelens over bepaalde situaties heb je gewoon vaak in de loop van de tijd ontwikkeld door negatieve voorbeelden of ervaringen. Maar het is dus niet jouw kern. Het zijn eigenlijk emoties in een soort schil om die kern heen. Een schil die is gemaakt in de loop van de tijd door gedachten. Met kern bedoel ik overigens gewoon wie je echt bent en wat je echt kan. Zonder gedachten en gevoelens die er zijn als een reactie op iets. Maar daarmee komt dus eigenlijk ook direct het mooie en het goede van dit inzicht. Want reactieve gedachten kun je gewoon stopzetten. Iets wat ontstaan is of gemaakt is, kun je gewoon weer verwijderen als het ware. En dat geldt dus ook voor die onzekere gevoelens die eigenlijk zijn ontstaan in de loop van de tijd door een negatief voorbeeld of ervaring. Misschien kun je het niet direct in één keer stoppen of helemaal stoppen, maar je kan het wel proberen per situatie of moment. Probeer het maar eens. Probeer gewoon eens in alle rust, dus niet met die stem, laat maar zeggen, in je hoofd, maar probeer eens in alle rust onderscheid te maken tussen jouw kern, en dus wie je echt bent, en zo'n stem die je dan normaal gesproken hoort, die iets roept over wat jij je hebt ingebeeld of onzekere gevoelens veroorzaakt. Daar zit namelijk een verschil tussen. En als je het probeert dan echt tot een soort van je kern te komen, dan voel je wel wat ik bedoel. Wat dat verschil dan is. En het is dus gewoon simpelweg niet handig om te luisteren naar die stem. Soms wel, hè. Soms kunnen natuurlijk gedachten en die stem je heel veel positieve dingen opleveren en heel veel oplossingen. Maar als het negatief is, dus bijvoorbeeld bij onzekere gevoelens, dan is het gewoon niet handig om naar die stem te luisteren. Vind je dat nou lastig, dat soort van onderscheid maken en niet luisteren naar die stem? Dan helpt het überhaupt al als je je bedenkt dat onzekerheid dus niet iets is wat jij bent. Het zijn gewoon gecreëerde gevoelens. En als je er zo naar kijkt, dan zal het je ook een stuk minder beïnvloeden. Dus heel veel plezier met het luisteren naar je kern in plaats van naar die stem die onzekere gevoelens opwekt. En tot de volgende podcast.